Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag en ik ben hier met Nessie. Het is echt super vroeg. We hebben samen even een afspraak, dus we moesten even vroeg onze nest uit. Ik heb vandaag de topje aan van Zara en een rokje van Boohoo. Ongeveer een uurtje rijden naar onze afspraak. En ik vroeg Nessie net van, wil je al rijden? Toen zei hij nee. Waarom eigenlijk niet? Ben je te snel duizelig of zo? Ik heb koppijn. Oh. Hij heeft best wel veel hoofdpijn. Nou jongens, lekker ontbijtje. Langs de snelweg. Waterbeloen, broodje tonijnsalade. Ik heb dus een broodje tonijn besteld. Kijk hoe groot ik hem krijg. Gewoon een hele stok brood. En lekker water. Klaar met onze afspraken. Onderweg weer naar huis. Lekker gestapt en een koffietje gehaald. Oh, Camilla. Yeah. Oh ja. Dus hebben we Camilla erop gezet. Ik ben mijn leven zat. Weet je wat het is? Hiervoor deed ze het al fout. Maar nu je ook nog een mondkapje moet dragen overal, horen ze me helemaal niet meer. Ik ben nu Camilla. En wij zijn eindelijk thuis. Zoals je ziet, zit deze beest echt alleen maar op deze stoel. En volgens mij denken ze ook echt dat het een krabbal is. Het heeft ook echt zo'n stof dat een beetje op een krabbal lijkt. Jij vindt het leuk, hè, Minari? In ieder geval, ik ben net even naar de kruidvat geweest. Ik wil zo even zonnen, want het is vandaag 31 graden. En om mijn kleurtje te behouden wil ik gewoon even elke dag een uurtje gewoon goed zonnen. Dus ik ben even naar de kruidvat geweest. En toen heb ik deze gehaald van Garnier. SPF 50, maar het is zo'n spray. En ik had hem gezien bij Emine, dus ik heb hem gewoon gehaald. Ik weet wel dat hij echt heel snel opgaat. Ik wou eigenlijk een andere merk halen, maar deze was 50% korting, dus ik heb hem gewoon gehaald. Trouwens, ik heb deze nepwimpers weer gehaald van Ardell. En ik had erover... Hallo, stop met krabben! Stop! Ik had erover dat ik op vakantie heel goede nepwimpers had ontdekt. En dat waren dus deze van Ardell. En het is de Naked Lashes. Dat is een nieuwe... Het zijn de nieuwe wimpers van Ardell. Echt een aanrader. Ze zijn heel mooi. Ik heb er nog een model van. Hier zijn de uiteindes van wat langer. En hier zijn ze in het midden, zeg maar, wat langer. Jongens, mijn vaatwastabletten waren in de uitverkoop. Ik vind deze echt heel erg goed. En ik ben echt blij, want Nessie had dus deze gekocht van mij. Volgens mij zijn deze ook echt de goedkoopste. Maar ze zijn zo slecht. En deze zien er, zeg maar, zo uit. En ze zijn echt mega goed. Tijd voor snackjes. Is een snackje al op? Dat is snel. Wat is jouw snackje dan? Oh, hier hebben we nog een snack. Lekker hè? Ik heb even een uurtje buiten gezeten. Het is echt heerlijk. En ik heb net even gedoucht. Ik ga even mijn haar borstelen. En even mijn look fixen. Want ik moet zo even een campagne opnemen. En daarvoor heb ik mijn bed nodig, want ik heb een nieuwe dekbed overtrek gekregen van Lionat. Echt heel mooie. En ik moest mijn bed al verschonen, dus ik ga dat nu gewoon gelijk doen. Nessie is nu nog aan het slapen, volgens mij is ze nu aan het wakker worden. Dan ga ik gelijk het bed verschonen. Ik ben dus aan het klaarmaken. Ik moet nog even make-up doen en even een outfit zoeken, want ik moet zo even een campagne shooten. En Nessie gaat me daarbij helpen. Hij heeft eigenlijk de hele tijd geslapen sinds we terug zijn. Hij is net een beetje wakker aan het worden, dus daar ben ik echt blij om. Want dan kan hij mij een beetje helpen met foto's maken. Ja, ik ga hier even nog water drinken en dan ga ik weer terug om me klaar te maken. Ik heb een beetje nieuwe make-up uitgeprobeerd. Een beetje peachy. En I like it. Zo, ik ben onze bed aan het verschonen. Maar ik wil jullie nu even mijn nieuwe dekbed overtrek laten zien. Je hebt het heel goed kunnen zien in deze licht. Maar het is dus een fluwelen dekbed overtrek van Why Not. En hij is echt zo mooi. Op de camera kan je niet zo heel goed zien. But I love it. Zo, hair check. Make-up check. Nu alleen nog even een outfit kiezen. En dan ben ik ready. Yes, finished. Ik heb net even een campagnefoto gemaakt en een paar Insta-stories. En Nessie heeft mij hierbij geholpen.
Dus ik ben lekker klaar. Deze jurk is trouwens ook echt veel te warm voor 31 graden. Dus ik ga hem gelijk even uitdoen. Ik ga nu even snel mijn foto even hier en daar een beetje editen. De kleuren vond ik niet zo heel erg mooi. Maar dat is logisch natuurlijk met kunstlicht. Want aan deze kant heb ik dus geen liggen en slaapkamer. Dus ik moest echt even van het neppe licht gebruiken. Dus ik hoop dat het nog wel een beetje mooi lukken. En dan stuur ik het gewoon even gelijk door. Is het de beslissing gekomen dat we even een bestelling gaan doen bij Thuisbezorgd? Ja, wat wil je uitproberen? Nessie wil iets nieuws uitproberen, zegt hij. Niet dat we later dan spijt krijgen, zo zijn we dan ook altijd. Helaai is wel lekker, ja. Heb je zin afgehaald? Ja hoor. Echt? Kan ik echt wel op jou hoor. Ik vind het echt lekker afgaan. Maar dan moet je wel echt die goede reis en zo bestellen. Dus ik de hele tijd zoeken naar opties naar waar we kunnen eten en weet ik veel wat, zegt deze man opeens. Of meer, we eten gewoon fasulje. Dat is toch ook lekker? Je bent echt heel veel. Nee, niet zoveel, alsjeblieft. Nee, maar jij zei dat je iets anders wil uitproberen. Ja, en toen merkte ik dat het gewoon te moeilijk was. Ja, hij merkte dus dat het een beetje te moeilijk werd met het menu. En nu wil hij opeens niet meer en nu moet ik weer fasulje bestellen. Oh, we hebben een bestelling gedaan, maar het duurt meestal ongeveer een uurtje tot het hier is. Dus ik ga even ondertussen editen. Nog moet over een uurtje online komen, dus ik mag ook wel echt even opschieten. Ik moet heel snel editen. Ik moet gewoon voor vandaag nog editen. Deze morgen, maar gewoon echt vandaag. Last minute. Zo werkte ik vroeger op school ook. Alles last minute en ik kreeg het altijd af. Altijd. Ik begon altijd als laatst. Met al mijn opdrachten en verslagen weet ik veel en kreeg het altijd af. Presteer goed onder druk. Oh jongens, daar gaan we weer. We gaan lekker vreten. Oh, in. We hebben dus gewacht dat het een beetje is afgekoeld om te gaan wandelen. Dus het is nu rond 9 uur of zo. Echt perfecte tijd eigenlijk. Heerlijk weer. En we gaan nu dus wandelen. We gaan onderweg even een ijsje halen. Nessie wil heel graag een ijsje. En we wouden het vandaag even voor de laatste keer eten. Hebben we elkaar beloofd. Voor de laatste keer een ijsje, hè, Ness? Laatste keer, hè? Ja. Lekker weer wandelen. Deze cornetto is echt zo abnormaal lekker. Ja. Nessie heeft dus een gewoonte om letterlijk aan iedereen te vragen die er langskomt met zijn hond. Welke ras hond dat is. We zagen net. Een soort van Samson hond. Ja, het was gewoon die Samson hond. Samson, ja. Hey, ik vond hem in het echt trouwens groot. Hij is heel groot. Ik dacht dat het een kleine hond was, Samson, maar hij is echt heel groot. Nee, wel een schaap. En Nessie wou heel graag weten welke ras het was. Het was? Old English Sheepdog. Old English Sheepdog. En laatst ook al liep ik met hem. Ging ik weer vragen aan iemand van welke ras is dat? En dan gaat hij weer een heel gesprekje beginnen. Echt zo'n oude opa is het geworden. Wat ik vroeg aan die chick, hoe heette die honden? Zegt ze, wat zijn ze nou, Sam en nog wat? Ja, dat ging ze hun namen ook noemen, maar jij bedoelde ik bedoel het ras. We hebben lekker gewandeld en we zijn echt best wel laat teruggekomen. Ik heb echt zo spijt van mijn ijsje. Ik ben ook echt misselijk van geworden. Hij is echt heel zwaar. In het begin is hij heel lekker en daarna wordt hij echt heel zwaar. Ik ga gewoon lekker op de bank liggen, jongens. Ik denk dat ik even lekker een Turks koffietje maak of zo. En ga op de bank liggen. Verder ga ik helemaal niks doen. Ja! Oh mijn god, ik heb dus net mijn gezicht lopen scrubben. En het is nu zo gevoelig, omdat ik een beetje te lang doorging. Was de tv aan het kijken en ik bleef maar scrubben en scrubben. En nu is het echt zo gevoelig geworden. Het brandt gewoon echt. Nou, volgens mij zie je ook dat het een beetje rood aan het worden is. Ja, shit. Mijn huid is zo gevoelig. Ik weet echt niet waarom ik dat deed. Dus ik ga het gewoon even gelijk insmeren met mijn... Eigenlijk is het een dagcrème, maar ik gebruik het in de avond ook. Omdat ik het gewoon een fijne crème vind. Ik ga het gewoon gelijk erop smeren. Ik hoop trouwens dat jullie mijn vlogs een beetje leuk vinden. Ik weet dat ik de laatste niet zoveel doe. Ik denk dat de vlogs iets saaier zijn. Maar ik hoop dat jullie het nog steeds een beetje leuk vinden om naar te kijken. Ik heb echt een dikke laag crème opgedaan. Om het een beetje te laten afkoelen. Want het brandt echt na. Ik heb echt zo'n spijt. Oh my god. Misschien omdat ik dus vandaag in de zon heb gelegen. Ook echt een slecht idee misschien vandaag te scrubben. Maar ik vond mijn huid gewoon echt niet lekker aanvoelen. Ja, ik ga de vlog ook gelijk afsluiten. Want ik ga zo slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Om 8 uur. Doei.